الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين خليفت برودوسنس جستس wij worden omsingeld met allerlei soorten gunsten elk gunst die je zou kunnen bedenken daaronder schuilen in principe vele gunsten en daarom zegt Allah azza wa jalla in de Koran wa in ta'uddu Dat is enkel fout, maar taudhu betekent opsommen. Hoe kan je één ding opsommen? Het is in feite niet mogelijk om één ding op te sommen. Je hebt meerdere dingen nodig om het te kunnen opsommen. Anders is het geen opzomming. Allah azza wa jalla zegt: al zouden jullie een gunst van Allah azza wa jalla opsommen, zouden jullie niet in staat zijn om dat te kunnen doen, omdat elke gunst die wij bezitten is in feite meerdere gunsten. Ik gaf net het voorbeeld van het oog. Met het oog, een oog is een gunst, is een geschenk van Allah. En als je niet realiseert of nog niet bewust bent van deze gunst en van dit geschenk, dan zou je iemand moeten vragen die dat niet heeft. Vraag iemand die zijn leven moet doorbrengen in letterlijk en figuurlijk in duisternis. Zijn hart is verlicht, zijn basera is verlicht, maar zijn ogen... Kan niks zien, niet voor een moment, niet voor een uur, niet voor een dag, maar voor zijn gehele leven. Dan besef je wat voor gunst dat is. Maar deze gunst is niet alleen maar één gunst, het is in feite meerdere gunsten. Met het oog kun je zien, met het oog kun je je eigen kinderen herkennen. Met het oog kun je de mooie dingen om jou heen aanschouwen, bewonderen. Met het oog kun je de gevaren die op jou afkomen, uh, uh, kun je zien. Uh, en kun je waarnemen. Met het oog kun je schrijven. Met het oog kun je lezen. Met het oog kun je zoveel dingen doen. Jouw oog is uniek. Niemand op aarde heeft jouw oog. Alleen dat al is, al, is, is een geschenk. Dat Allah jou zo uniek heeft gemaakt. Dat niemand exact op jou lijkt. En dat geldt voor alle andere gunsten. En daarom zegt Allah al zou je maar één gunst. Van die talloze gunsten die wij hebben. Zou je ze niet kunnen bevatten? En daarom moeten we voortdurend blijven reflecteren en Allah dankbaar zijn. Alhamdulillah dat ik dit bezit. Alhamdulillah dat ik hiermee ben begunstigd. Alhamdulillah dat ik kinderen heb. Alhamdulillah dat ik veiligheid heb. Alhamdulillah dat ik voldoende uh, 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 eten en, en te drinken heb. Dat zijn gunsten die niet vanzelfsprekend zijn. En als je dat niet gelooft, kijk maar om je heen. Kijken naar de situatie van onze broeders en zusters in Gaza. Dan realiseer je in wat voor gunsten jij verkeert. En hoeveel gunsten jij van Allah subhanahu wa ta'ala hebt gecreëerd. De mens heeft soms de neiging om in te zoomen op zaken die fout gaan. Op de beproevingen die jou overkomen. Op de moeilijkheden die jij in het leven ondervindt. Maar als je dat in verhouding zou moeten plaatsen. Als je een weegschaal zou moeten, euh, euh, zou moeten gebruiken. om de beproevingen aan, euh, aan één kant te zetten. en de gunsten aan, één kant te zet, euh, en aan, aan de andere kant te zetten. dan zouden die beproevingen niks voorstellen ten opzichte van datgene wat je van Allah zullen hebt gekregen. En vandaag wil ik stilstaan, geliefde broeders en zusters. bij één belangrijke gunst. die we vaak. Waar we niet vaak genoeg over nadenken. Een gunst die vanzelfsprekend is geworden, maar dat niet is. Allah zegt in de Koran, denk na en herinner de gunst van Allah. Welke gunst? Aleikum, dat jullie vijanden van elkaar waren. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أن هاي إذ دي إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أن يلي زين ما الله عز وجل أو برودرس دخنس فن برودرس Van harmonie die wij in de gemeenschap ervaren. is iets wat ongekend is. Geen enkele andere gemeenschap heeft deze gunst. Geen enkele andere gemeenschap is beschreven zoals de profeet deze umma heeft beschreven: als één lichaam kel jasadil wahid in wat in de manier waarop ze met elkaar omgaan in de manier waarop ze met elkaar spreken waarover ze met uh, uh, over elkaar uh, 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 spreken dat zijn allerlei uitingen van deze belangrijke gunst zegt de uh, profeet zegt... watā'atufihim kel wahid wanneer een van de leden pijn leidt, dan reageert het hele lichaam daarop met pijn en koorts. Dat is de natuurlijke reactie die iedere individu zou moeten voelen en zou moeten ervaren op het moment dat uh, uh, een ander, dat een broeder of een zuster iets overkomt. En daarom is het heel natuurlijk dat mensen nu pijn voelen, verdriet voelen, Woede voelen over datgene wat onze broeders en zusters wordt aangedaan. In Gaza, in Philistine, in Syrië, in Jemen, in Somalië, overal in de wereld. Wanneer je die pijn ziet, wanneer je dat, uh, dat leed ziet, dan zou dat iets met jou moeten doen. Omdat je een onderdeel bent van dit geheel, van deze umma. Je bent een onderdeel van, van dit lichaam. Voel je die pijn niet? Voel je die verdriet niet? Dan zou je een, achter, een vraagteken achter je iman moeten zetten en harder moeten werken en jouw hart om die te reinigen van al die obstakels die jou belemmeren om dat gevoel van eenheid niet te voelen of te ervaren. In een ander vers zegt Allah azawajalla wal mu'minuna wal awliya'u ba'd. De gelovige mannen en de gelovige vrouwen. De profeet maakt hier of de Koran maakt hier geen uitzondering. Hij zegt niet de gelovigen die nooit zondigen. Of de gelovigen die nooit fouten maken of zondes begaan. Wal mu'minoen, alle gelovigen, iedere persoon die La ilaha illallah in zijn hart draagt. En de profeetschap van de profeet Muhammad alayhi salatu erkent. En de verplichtingen uh, 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 erkent. Niet, niet, niet doet of verricht, maar enkel en alleen erkent. En deze niet ontkent, is een gelovige. Iedere persoon die la ilaha illallah in aanwezigheid van anderen uitspreekt, is jouw broeder en zuster. Ongeacht de fouten, ongeacht de zondes die iemand begaat. Allah zegt, Wal de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Niet elkaars vijanden. Niet gelovigen die over elkaar roddelen. Of elkaars fouten, letterlijk Eruit halen om degene te bekritiseren, om degene aan te vallen, om degene met de grond gelijk te maken. Dit is niet uh, de eigenschap, of de, dat zijn niet de eigenschappen van een gelovige. Een gelovige is die dit vers in de praktijk toepast, die elkaar helpt om vooruit te komen, om hogerop te komen, om in rangen te stijgen, om een betere versie van zichzelf te maken. Dat is de taak van een gelovige en daarom ben je als collectief hier op aarde gezet en niet als individu. Je hebt hier een verantwoordelijkheid die kun je nooit in je eentje dragen. Wanneer wij de Koran rondbladeren en wanneer we de Koran lezen en proberen te begrijpen, zie je dit concept daar in centraal staan. We hoeven niet heel ver te zoeken. Laten we alleen kort reflecteren op Zorat al-Fatiha, die we dagelijks reciteren, meerdere malen in onze gebeden, die we heel vaak gezamenlijk verrichten. Wat zegt Allah zo in de Koran? Alleen u aanbidden wij, niet aanbid ik. Alleen u vragen wij om hulp. Leid ons, niet leid mij tot het, rechte, tot het rechte pad. Dus het concept van eenheid, geliefde broeders en zusters, is de essentie van het, van het geloof. Laten we dit vers even kort bespreken. Wat doen deze gelovige mannen en de gelovige vrouwen die elkaar helpen? Sporen aan tot het goede. Niet elkaar bekritiseren. Niet, elkaars, uh, niet tickets uitdelen naar de hel. Je bent een Mubtadi, je bent een fasiq, je bent een Ashari, je bent een Salafi, je bent niet, je bent dwalend, je hoort, je hoort niet bij deze omna. je bent klaar, het is afgelopen met jou. Nee, wij zijn hier als, uh, als, als individuen op aarde gezet om anderen naar het goede te leiden. Om een bron, Miftah lil Khair, zegt de Profeet Een bron van het goede, een sleutel tot het goede. Niet iemand die juist mensen van de islam laat, laat, uh, afstand laat nemen. Die van de islam verwijderd worden. Dat is nooit de taak van de profeet. Salatu Zelfs toen hij werd aangevallen. Toen hij werd bespuugd. Toen hij werd geslagen. Toen er over hem werd geroddeld. Toen er tegen hem werd gezegd. Je bent en je stelt niks voor. Je bent dwalend. Je bent bezeten. Je bent een tovenaar. Maar op het moment dat hij de kans kreeg om wraak te nemen. Zei de profeet. as-salam. Ik ben niet voor dit neergezonden. La'alla Allah in de context van Ta'if. La'alla Allah en Yuhrija. Min aslabihim Men yaqulu la ilaha illallah. Nadat ze hem hebben geslagen kwam de engel om hem te vernietigen. Geef alleen maar de toestemming. Dan worden al die mensen die de profeet pijn hebben gedaan. Om, met ze, om ze met de grond gelijk te maken. Maar de profeet zegt ik ben niet hiervoor neergezonden. Ik ben niet neergezonden om ellende te creëren. Om mensen te straffen of wat dan ook. Ik ben hier neergezonden om mensen te lijden. Mogen Allah zei hij, iemand uit hem midden halen die La ilaha illallah gaat zeggen. En toen hij Mekka binnentrad, kon hij met die leger die hij op dat moment had, kon hij wraak nemen van, van de bewoners van Mekka. Die hem uit, het huis, uit zijn huizen hebben verdreven, die, zijn, die uh, familieleden hebben vermoord, vrienden hebben, uh, uh, hebben gemarteld. Toen hij terugkwam, zei hij tegen hen: Wat denken jullie dat ik met jullie ga doen? زايد في كان اياه اصلا بارم هارت خا بيرسون اصلا ايد لا اخ كريم وابن اخ كريم تنزا هي اذهبوا فانتم الطلقاء ذات از اوفر ذا

Mensen verdienen uiteindelijk de genade en barmhartigheid van Allah Subhanahu Wa Taala. En daarom, als wij de wereld willen veranderen, als wij al-Aqsa willen bevrijden, als wij weer pioniers willen worden, als we inderdaad weer een sterke omme willen zijn. Dan moeten we met onszelf beginnen. Want Allah zal nooit een toestand van een volk veranderen. Totdat zij zichzelf hebben veranderd. De Koran is iets nauwkeuriger en zegt: Zolang je niet in staat bent om jouw hart te reinigen. Zolang je niet in staat bent om je hart te bevrijden. Van jaloezie, van afgunst, van haat. Jegens je medegelovigen, jegens jouw medemensen als geheel. Dan is het heel moeilijk om dit soort hogere doelen te realiseren. Begin met jouw vrouw, met jouw partner, de vrouw met haar man, met je kinderen. Probeer je hart te reinigen. Die broer of zus met wie je jarenlang of maandenlang ruzie hebt. Gebruik of maak gebruik van deze mooie kans van Ramadan. Waarin harten iets zachter zijn geworden, waarin de shayateen, de duivels, vastgeketend zijn om die samenhorigheid wederom te creëren. Samenhorigheid creëer je niet alleen maar door veel eten te maken en mensen uit te nodigen. Het begint hier met het hart. Als je dat hebt gereinigd en de anderen hebben opgebeld om excuses aan te bieden, om te zeggen, ik wil vandaag een andere stap zetten. Ik wil vandaag mezelf reinigen. Ik ga me niet druk maken om het wereldse. Mensen hebben jarenlang ruzie, niet vanwege een, 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 een zaak van het, het hiernamaals. Maar vanwege een paar euro's. Er zijn mensen die elkaar niet meer spreken. Vanwege verkeersruzie die ze ooit hebben. Er zijn mensen die, uh, die niet meer met elkaar spreken. Omdat hij ooit heeft gehoord van iemand dat diegene over hem of over haar heeft geroddeld. Pak de telefoon op en bel. Zeg, laten we het nu, laten we een nieuwe fase in ons leven beginnen. Begin met jouw vrouw, met je broers, met je zussen, met de buren, met jouw neven, met je tantes, opa's en oma's. Want de eerste die de stap zet, zal de beloningen van Allah Jalla ontvangen. Degene die de eerste stap zet om die samenhorigheid te creëren en om een omme weer te creëren, diegene zal rijkelijk beloond worden. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Allah Subhanahu wa Ta'ala. En wanneer jij die genade. ...een barmhartigheid van Allah Azza hebt... ...dan zul je een gevoel van rijkdom voelen en ervaren... ...die je met geen enkele andere bezitting kunt voelen of ervaren. Want je bent begunstigd. Je bent rijk met de genade en barmhartigheid van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betekent dat, en daarmee ga ik afsluiten... ...betekent dit dat we geen meningsverschillen mogen hebben... ...betekent dat we niet verschillende opvattingen mogen hebben... Dat kan en dat mag. Sterker nog, dat is juist wat de islam zo mooi maakt. Dat Allah zo'n ruimte heeft gecreëerd om interpretaties te hebben. Om dat geleerden onderling met elkaar in gesprek kunnen gaan over bepaalde onderwerpen. Dat wij verschillende visies kunnen ontwikkelen. Dat kennis niet van, niet van iedereen hetzelfde is. We moeten elkaars posities wel respecteren, maar iedere mens heeft andere opvatting. Iedere mens heeft een bepaalde capaciteit en vermogen. Niet alle mensen zijn... Gelijk, en dat is wat ook in de Koran centraal staat. Allah azza wa zegt: Wa atassi mo allen En het boek van Allah. Azza wa, jala, wa la tafaraqoo. De Koran zei niet: Jullie mogen geen meningsverschillen hebben. Hij zegt: Splits niet op. Je mag meningsverschil hebben. Je mag, Je mag een andere meth hebben dan die van mij. Je mag bepaalde versen anders interpreteren dan ik. Je mag een andere geleerden volgen dan de ander. Je mag een Ash'ari zijn, je mag een Selfie zijn, je mag zijn wie je wilt, zolang je maar tracht om de Koran en de Sunnah te volgen. Tegenwoordig is het een scheldwoord als je dit soort termen gebruikt. Zo, dit is onze rijke traditie, geliefde broeders en zusters. Dit is wat wij vanaf de eerste generatie hebben meegekregen tot de dag van vandaag. Diversiteit in begrip, diversiteit in medeheb, diversiteit in manier van beleven. Dat is uiteindelijk wat telt. En het belangrijkste hierbij is dat we elkaar met respect. En tolerantie behandelen en de weg volgen van de geleerden die de islamitische geschiedenis altijd heeft erkend en heeft gekend. Het is geen probleem om meningsverschillen te hebben, maar het is wel een probleem op het moment dat die meningsverschillen leiden naar haat, naar jaloezie, naar afgunst, naar wraak. Is die dingen soms voorbij komen waarvan ik denk, is dit waar onze profeet alayhi trots op zal zijn? Is dit de toestand van de umma waar, Allah, waar de Profeet ﷺ trots op, zijn, op zal zijn? Mocht Allah ons in staat stellen om die eenheid te bewaren, Moge Allah subhanahu wa taala ons de kracht en wijsheid schenken om een onderdeel te zijn van de umma die daadwerkelijk bijdraagt aan عن نفوذ امه هورت زين ذات نفوذ الخيريه فن توب فن فن لايدرشاب الله عز وجل اونس فورسين فن كنس ان فايس هايد اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجرنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم كن مع اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم كن مع اخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم في غزه يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم حرر المسجد الاقصى يا ذا الجلال والاكرام، انك على كل شيء قدير، اللهم كن اللهم وفقنا لنكون عونا لاخواننا، اللهم وفقنا لنكون عونا لهذه الامه. اللهم اللهم وفقنا لنتحمل المسؤولية الكاملة ولنقوم بدورنا كما ينبغي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم